Hoi allemaal en welkom bij mijn testvlog. Geen idee of deze ooit online gaat komen, maar we gaan het in ieder geval een keer doen. Want ik moet een keer over die awkwardness heen komen om ook op stal te vloggen en zo. Dus, ik ben thuis, zoals je misschien kan zien. Dit is nog niet op stal. En ik stap zo de auto in en dan ga ik naar Luna en daar ga ik wat doen. Ik weet nog niet wat, maar dat ga ik zo kijken. Waar Luna zin in heeft. Misschien ligt ze ook wel weer te pitten, want het is wel een beetje de tijd waarin ze meestal gaat slapen. Dus we gaan het zien. Ik neem jullie mee. Nou, ik ben op stal, zoals je misschien wel kan zien en kan horen. Ik ga even spullen pakken. Als ik mijn kast open krijg, hier. Mijn beautiful kast. Even kijken, ik pak altijd die bak die erboven ligt. Daar krijg je daar eten in. Poetskist, op zich wel handig. Ik pak wel een touwhalstertje. Dicht. Niet wel. Zweepjes. Ja, ik pak ze allebei wel even. Nee, in principe zit het wel. Alleen nog even een wortel. Die krijgen we altijd wel. Zo. En er zit er verder genoeg in. Want ze eet het nooit echt helemaal op. Dus prima. En dat is het denk ik wel. Dus nu gaan we spullen even die kant op verplaatsen. En dan gaan we Loem pakken. En ik was natuurlijk vergeten de microfoon aan te zetten. Dus ja, hierbij mijn mooie voice-over. Ik ging naar hier fluiten. Dus dat klinkt een beetje zo. Nou, toen ging ze omkijken zoals je ziet. Nou, toen liepen we er naartoe, want ze kwam natuurlijk niet naar mij toe, hè? Jammer. En toen ging ik een snoepje geven. Num num. En toen ging ik Luna lekker poetsen, dus geniet van deze fantastische timelapse. Toen moest Luna aan de bak. Sorry voor de haartjes die je soms boven in beeld ziet. Dat is van mijn microfoon. Ik kan daar helaas niks aan doen. Het hoort eigenlijk ook niet dat je het kan zien. Dus ik ben nog even aan het kijken voor een oplossing. Mocht iemand een tip hebben, graag.
Nog wel, doe maar. Zo. Goed zo. Knap kind. Moet je daar een lekker snoepje voor? Knap. Knap. Ja, dat is knap. Ik kan Chucky weer doen. Nou, Luna deed het best wel braaf op zich. Het was alleen een beetje slow, maar het is ook echt heel warm vandaag. Dus ik denk dat het daardoor komt. Maar over het algemeen is het eigenlijk hartstikke goed. Nee? Cute. Dag Luna. Lekker eten. See you tomorrow. Bye bye. Zo, we zijn weer klaar. Dus ik ben nog even aan het opruimen. En tussen heb ik mijn jas uitgedaan, want het was hartstikke warm. Even kijken. Zwipjes moeten we even terug. Laten we even één voor één doen. Dus één hand is best wel lastig. Wacht even. Ja, gelukt. Dat is één. En dat is twee. En eigenlijk moet ik binnenkort even mijn kast op gaan ruimen. Het is wel een beetje nodig. Zou ik daar een video van maken? Vinden jullie dat leuk? Laat het even weten. In de comments. Want dan ga ik dat een keer doen. Want je ziet waarschijnlijk al wel dat het één grote troep is. Dus dat moet echt een keertje opgeruimd. Oké, even deze terughangen. Luna heeft zoals always haar... Oh, ik heb hem niet goed opgerold. In ieder geval, ik had hem wel opgerold, maar niet op de goede manier hoe ik moest. Dus dat doen we nu nog even. Haha. Doe je dat ook altijd? Ik dacht altijd mijn touwen oprollen. Allemaal. Ik was hem vergeten om door te steken. Zeg maar zo. Zo, ik kan niet terug in de kast. Dan moet mijn poetskist nog eventjes terug in de kast. Zo. En alleen die bak. Kijk, ze heeft echt de helft weer laten zitten. Maar ja, dat is Luna. Nou, ik sluit hem thuis even af. Dan vind ik iets makkelijker. Tot zo. Nou, ik ben intussen weer thuis. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze eerste testvlog. En zet nog even in de comments of je het dus leuk vindt als ik een keer mijn kast op ga ruimen. En dat ga laten zien en jullie helemaal meenemen in het proces. En tot de volgende keer. Doei doei!